van de aanslag op een concerthal in Moskou zijn officieel aangeklaagd voor terrorisme. IS eist de aanslag op, maar in Rusland krijgt die claim nauwelijks aandacht. Poetin suggereert namelijk betrokkenheid van Oekraïne. Alle vier de directe uitvoerende alle die schoten, mensen zijn gevonden en vastgehouden. Ze probeerden te verstoppen en bewogen naar Oekraïne, waar volgens de 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 Ja, de vier uh, verdachten zijn inmiddels uh, voorgeleid en worden dus officieel aangeklaagd voor terrorisme. Poetin noemt IS niet, maar Oekraïne wel, terwijl de aanslag dus door IS is opgeëist. Ja. Hoe duidt u dat? Ja, dat doet hij heel bewust. Hij wil afleiden van het feit dat hij de Russen niet heeft kunnen beschermen tegen islamitisch terrorisme. En juist met de vinger richting Oekraïne wijzen, omdat hij dat dan ook als legitimering kan gebruiken om de strijd verder op te voeren, misschien om bijvoorbeeld honderdduizenden Russen te mobiliseren om er de komende maanden een slag bij te doen. En ja, je ziet eigenlijk dat hij noemt het niet heel direct Rusland uh, wijst hij Oekraïne als schuldig aan, want daar heeft hij gewoon niet voldoende bewijs nee. voor. Maar hij suggereert het door te zeggen van, nou, ze waren op weg naar Oekraïne, wat feitelijk waarschijnlijk ook niet zo is, want ze waren waarschijnlijk op weg naar Belarus. Uh, maar ja, op deze manier door alleen de naam Oekraïne te laten vallen, is dat toch het beeld dat blijft hangen bij de gemiddelde Rus. En vervolgens zijn er allerlei commentatoren op tv die daar dan weer een slag overheen doen uh, om dat beeld nog verder uh, aan te wakkeren. Ja, en is dat dus omdat Poetin dan dit kan aangrijpen om dus die, ja, meer aanvallen weer uit te, uh, te voeren bijvoorbeeld? Ja, dus die twee dingen. Dus afleiden van het feit dat de veiligheidsdiensten dit niet hebben kunnen voorkomen. En uh, dat het ook heel lang duurde voordat ze ingrepen. Ja. Uh, er zijn... Uh, de aanslagplegers die hebben daar uh, al twintig minuten lang... hebben zij gewoon kunnen rondschieten zonder dat er werd ingegrepen. Uh, vervolgens zijn ze vier uur lang zijn ze door Rusland gereden... terwijl er ook niet iemand uh, nee. ze tussentijd heeft opgepakt. Het zijn natuurlijk allemaal tekenen van zwakte... Uh, die hij het liefst nu wil verbloemen... Uh, en zijn aandacht weer richt op wat voor hem de belangrijkste focus is. En dat is de oorlog in Oekraïne. Ja, terwijl dus uh, IS al twee keer, geloof ik, die aanslag heeft, heeft opgeëist. Dan een, speciale, of een, eigenlijk een specifieke tak van, van IS is ISIS-K. Ja. Kunt u iets meer duiden over die groep? Ja, ISIS-K. K staat voor Khorasan, als ik het goed uitspreek. En dat is zeg maar, een groot gebied in uh, het Midden-Oosten, Centraal-Azië. De oude uh, Sovjet-republieken... Mm -hmm. um, ja, het is een onderafdeling van IS. Uh, het is nou niet zo dat ze naar de notaris zijn gegaan... en een oprichtingsakte hebben getekend, maar uh, het is een onderafdeling. En dit is met name nog steeds een wraakoefening... voor uh, wat de, de Russen in Syrië uh, IS hebben aangedaan, vind, wat zij vinden. Ja, uh, oké. Okay. Dus. Dus dat, en dat is, dus, dat is dan ook het belang van die groep? Dat is het belang van die groep, ja. Uh, Rusland steunt Syrië in de strijd tegen IS. En dit is uh, uh, wraak daarvoor, uh, denk ik. Ja, is dat ook uw inschatting? Ja, of het gaat eigenlijk al verder terug. Natuurlijk de Russische inval in Afghanistan, eind jaren 17, 1979, zover gaat het al terug. En sindsdien zijn zowel de Verenigde Staten als Rusland worden aangemerkt als kruisvaders. Dus zij zien dit als een heilige oorlog. En inderdaad de steun aan Syrië. Ook wel regimes in Afrika en het Midden-Oosten die zij steunen en die optreden tegen jihadisme en tegen moslimterrorisme. Mm -hmm. Dus Rusland wordt in dat opzicht als een grote vijand gezien. Uh, en er zijn in het verleden zijn er ook meerdere aanslagen gepleegd door, um, door islamitische terroristen. En maar dit is inderdaad nu ook door deze specifieke ja. aftakking van de IS die dat doet. Want een aantal jaar geleden hoorden we natuurlijk heel veel over uh, islamitische terreur in Europa. Waren er op verschillende plekken aanslagen. Nu is het een tijdje gelukkig alweer rustig. Hoe levendig is eigenlijk islamitische staat nog? Ja, je ziet eigenlijk dat uh, de IS had een kalifaat in Syrië en Irak. Dat is natuurlijk ook door westerse interventie, of mede door westerse interventie, is dat uh, onderdrukt. Maar ook daar zijn er nog steeds terroristen zijn er actief. Maar je ziet eigenlijk dat in verschillende plekken waar een uh, regime wankelt, of waar een vacuüm is, daar komt de IS dan opnieuw op. We zien dat nu in Afghanistan, mm -hmm. sinds de Taliban nu aan de macht is, maar ook in de Sahel, verschillende landen. En naarmate zij meer bewegingsvrijheid hebben, zijn zij ook in staat om buiten hun eigen land of hun eigen regio om ook aanslagen uit te voeren. Nou, Nu het voorbeeld van Rusland. Maar we hebben ook dit weekend gezien dat Frankrijk bijvoorbeeld ja. het dreigingsniveau tot de hoogste staat heeft geëscaleerd. Ja, dus dat betekent dat die dreiging zich niet alleen beperkt tot Rusland. En dat wij ook in Europa weer extra waakzaam moeten zijn. Ja, en extra waakzaam, wat betekent dat dan, wat u betreft? Nou ja, dat betekent dus dat we uh, onze inlichtingen goed op orde moeten hebben. Uh, dat we ook daarin moeten samenwerken met andere landen. Uh, eigenlijk alle dingen die Rusland niet gedaan heeft. Hè. Zij hebben zich vooral gericht op Oekraïne. Uh, zij richten zich op het onderdrukken van de eigen bevolking. Ze, uh, iedere activist die wordt aangemerkt als terrorist, terwijl ze het oog op de echte terroristen zijn verloren. Mm. Nou, wij moeten in het Westen ervoor zorgen dat we wel. Uh, ja. Dat goed in de gaten blijven houden. En ons niet in slaap laten sussen doordat het al wat langer geleden is dat er een aanslag heeft plaatsgevonden. Nou ja, en doordat we misschien twee andere oorlogen ook nog op dit moment uh, hebben waar veel aandacht naartoe gaat. Ligt okay. de focus nog wel genoeg nu op, op dat andere gevaar, om het zo maar te zeggen? In Nederland, uh, dat denk ik wel. De Nederlandse diensten zijn daar echt wel goed naar aan het kijken. En okay. we hebben ook wel gezien dat ook recent nog in Duitsland zelfs ook nog uh, uh, verdachten zijn gearresteerd. Dus het is er zeker nog wel. En ja. ik denk dat die waakzaamheid echt wel geboden is. Ja. En wij moeten zorgen dat we sneller kunnen reageren dan de Russen uh, het afgelopen weekend gedaan hebben. Ja, in ieder geval. nu waren er ook verhalen dat de Russen al gewaarschuwd zouden zijn door de Amerikaanse inlichtingendiensten, ja. uh, uh, maar daar dan niet naar geluisterd hebben. Wat is daar dan van waar? Valt dat überhaupt te duiden? Ja, nou, de Verenigde Staten heeft het openlijk gezegd ja. en Poetin heeft dat ook openlijk meteen afgedaan als dit is een complot van het Westen om ons te destabiliseren. Ja, Daarmee staat Poetin toch eigenlijk wel behoorlijk verschut. Uh, dat het een week later dat het dan daadwerkelijk gebeurt. Ja. Het is de vraag of dat de Amerikanen daadwerkelijk deze aanslag of dit type dreiging hebben. De, de woordvoerder van Biden zei van niet. Mm. Uh, maar de VS heeft wel aangekondigd dat deze dreiging dat die in Rusland heel reëel is. Ja, en Poetin lijkt dat naast zich kind te hebben gelegd. Ja, en dan kun je je afvragen wat dat betekent. Hij was al onbreekbaar, maar hij krijgt nu ook weer klappen. Uit onverwachte hoek, om het zo maar uh, te zeggen. Ja, en hij zal op een of andere manier laten zien dat hij die aanslag vergeldt. en dat hij daartegen optreedt. Maar ja, het risico is heel groot dat dat dan richting Oekraïne gaat. En dat is natuurlijk extra treurig. Ja, straks uh, meer uh, daarover. En sowieso straks meer.